Ik hoor ook bij, ja. En wat ben je hier doen dan? Hier? Wat, technicus of ben je presentator? Of? Ik draai één avond in de twee weken op de zondagavond bij Olympia. Hier? In Nieuwerod? Nee, in Vroomshoop. Vroomshoop, volk. Ja, Olympia uit Vroomshoop. Ik draai ook piratenmuziek op de zondagavond. Ik ben in 14 dagen. Ja. Dus iedereen die op de digitale radio zit, die Radio Olympia, die giet eigenlijk een elende rond zonder dat ze het merkt. Ja, dat klopt wel, ja. Wat zijn die jutten? Slaan jongens. Nog mooi als Elem. Kijk jongens, daar ben de mening over verdeeld. Ik heb ook twee zwagers uit Slaan. Maar ik kan er niks over zijn. Ik heb een hond uit Slaan naar Noordweer. Wat dan? Nee, gekheid. Je was geen goede hond weg te kriegen? Nee, je was Noordweer weggegaan. Alfred, wat draai je daar? Gewoon thuis, de Krim. Dus de Krim, Slaan, Vroomshoop. Jongens, wat is dat volk hier wel echt dan? Het Nieuwerod, Noordse Schut, Nieboling, Tiendevinnen, Hogevinnen? Hij is in Nieuwerod, Studio 68. Met de Olympia zelf, daar zit de Cassandra in Nieuwerod. We hebben nog meer. Nieuw Baling hebben wij Sirocco team. Henry Vos. Hogeveen, de Vaticaan, de Denappel. Draait die allemaal bij de Club van 50 onder Olympia Radio? Nee, gewoon Olympia Radio. Club van 50 is weer wat anders. Wat is dat dan? Club van 50, dat is het leenberoep zeg maar, ter financiële ondersteuning van Olympia. Kun je lid van worden. En dan krijg ze muts en paddy, een boekie, dat soort dingen. En daar gaat ze hun zeg maar, bepalen wat er met dat geld gaat gebeuren. Voor wat nuttigs voor Olympia, zeg maar. Oh, wacht even. Dacht je me? Ja, ik kom van Elim, jongens. En dat weten jullie. Hier naar euro's. Ik ben geboren op Nieuwbouwling. Dus je weet uit welke hoek ik kom, hè? Dus dat giet me echt te snel. Gevolg. Ik begreep alles hartstikke goed, ja. Maar nog ging niet te snel. De Club van 50 is? Dat zit los van Olympia. Dat is zeg maar voor ter financiële ondersteuning voor Olympia, zeg maar. Daar hebben Frederik, maar nog een paar of dat in het leven roepen. Die kan er zo wat meer over vertellen. De man van de koffie, die daar staat. Ja? Die is de Club van 50, die heeft dat opgericht, zeg maar. Freek, die Club van 50, daar ben ik zo beneden nog. Ja, nou, dat heb ik samen met de buurman, Meister Ruker, heb ik dat in het leven gebracht. Om Olympia Radio financieel een beetje ondersteunen. Want die hebt er nogal wat. Een bulte van de andere kant van Knaal voor ons op. De Krim. Slagaan. Oh, wacht even. Oh. Alfred, sorry hoor. Ja, de Krim. Ja, nee, de Krim. Maar, dat en wat doe je dan? 50 euro sturen? Ja. Iedereen die lid is van de Club van 50, die betaalt één keer in het jaar 50 euro. En die mensen kregen er ook wat voor terug. Ze hebben een welkomstpakket gekregen, een mussie, en wat vultjes en zo, een kleinigheden. Ze hebben morgenavond, kunnen ze voor niks naar binnen. Wat... Dat bedoel ik, een ledenpas kreeg toch? Ja, nou, ledenpas. Ik weet wie lid bent, dus. Ik ben... Maar ho, kijk, dit is sterk, hè, Nidda? Ja. Dit wordt in de Krim heel goed bekeken. Wordt op z'n gang heel goed bekeken. En voor ons op, de boren wij nou aan. Dat wordt nou aan de boord. Ja. Denk je dan wel dat dat is allemaal kunnen onthouden? Ja, geen probleem. Ik heb alles in de computer, Rolf. Kom allemaal goed. Jongens, wij kunnen zeuren wat we willen, maar Freek heeft alles op mijn regie. Ja, zeker. Hij heeft alles op mijn regie. Laat Freek niet handen, want dat komt niet goed. Nee, hè? Laat Freek maar lopen, ja. Laat Freek maar lopen. En met jullie de hele dag hier? Ja. Ik ben samen met Jan Bruisma, hebben we gisteren de glazen kooi op een boot. Ik ben in de speciaal vreven. Bij jou voor gewoon een paar uur voorop voor de Radio Olympia, Rolf. Ik vind het zo uniek. Echt hoor. En dan ook nog, nou als je er toch bent, jongens. En dan ook een speciaal doel, waar als die mensen dan wat voor kunt geven. Hoe bedoel je geven, Rolf? Nou ja, hebben jullie een doel? Hebben jullie iets in, van plan? En dan de opbrengst van die 25 uren? Ja, dat Tuurlijk, maar laten we je eerlijk weten. Er moet ook even wat binnenkomen, hè? Nou, maar ik zal u niet vertellen, Rolf. Ons doel is niet om geld te verdienen. Nee, maar dat giet niet. Nee, wij hebben een stichting en er is niet de bedoeling dat we dat geld dan overholt. Wij willen de mensen plezier met de muziek. Ja? Maar nou hier zo'n glazen nu. Dat doet me aan het denken, hier, hè?
Ja, ik denk dat we aan die Radio 538 hadden, maar al van de commerciële omroepen, denk ik, ja. Nee, nee, die hebt één keer per jaar aan zijn ronde kastdagen van Trooie Kruis aan zijn Soglaas Nus. Dit heeft niks meer geld te ophalen, de Mijn Rolf. Helemaal niks. Dit is feest. Dit is gewoon om de jongens in een paar achter klas te zetten. Kijk, vanwege het lawaai heb ze door geen last van. Dus. Nee, dat is zo. Kijk eens, er komt nog wat binnen, jongens. Ja, nee, dat giet al deur. En dat giet al die deur. Kijk, jongen, als je een lekkere meid waren. Die heb je thuis. En die pet afroelen en dan hem de mus op. Ja, kom maar, pet moet af. Hoi. Ik zal de pet wel helemaal halen. Kijk eens, Roelof. Mooie kale kap. Logo in beeld. Ja, ja, dat is die veel mooier. Ja. Dat ziet er veel mooier. Ik zie dat, jongen. Ja, daar knapt hij wel van op. Ja. Op pad met Olympia. Kijk, jongen, laat je hem eerlijk winnen. Als je Peter nou ziet, dan ben je blij als hij achter de camera zit. Hoe is het, kerel? Ja, best, hè? Ja? Maar doe dan. Arm en mager, vooral mager. Maar vertel eens, kom je hier uit de buurt, hè? Uit de Krim. Ook uit de Krim? Jazeker. De andere kant van Knaal? Ja, gewoon de andere kant van de wiek, hè? Of woon je aan deze kant, nog aan de parallelweg? Nee. Ik, in de ghetto, hè? Achter in de achter de wieken. Ik kom op het Drommelskanaal. Deksel, jongens, wat mooi. Kom je nou nog verder in het nieuwe orde of zo, jongens? Freddy. Freddy, kom eens. Dat kan niet. Dat kan niet. Hé, hey, jongen, Abby, Olympia, is dat jullie gedachte? Ja. En hebben jullie al die jongens? Slag aan. De Krim. Ja. Vroomshoop. Nieuwerort. Wordt die vandaan komt, dat weet ik niet zeker. Ja, dat gaat Elam of zo noemt ze dat. Ja, gaat weer mooi daarop. En door er nog in het nieuwe rood? Ja. En iemand uit Slagharen nog, achter de Draaitafel en nog in het nieuwe rood. Jongens, uit Bentelo komt straks ook. Wie? Uit Bentelo. Bentelo? Bentelo. Twente. Die komt straks ook nog. Ja, Olympia is een hele grote groep. Hoe groot is die groep? We hebben jongens in Friesland zitten. Hoe groot is die groep, Freddy? 56 man. 56 man die allemaal dezelfde golflengte gebruiken. Allemaal op dezelfde golflengte. Allemaal passie voor muziek. Dat is wel uniek, hè? Dat is uniek. Ja, klopt. Ja. Ik bedoel, en dan hier in Nieuwrood. Ik weet niet of de cameraman dat kan vangen met die felle lampen. Want dan, je moet nog wel de dubbel glas in, natuurlijk. Ja, nog wat. Zeg maar even kijken in de studio. Maar ik zal eens even kijken. Jongens, kom eens even wat vertellen. En wat moet ik vertellen dan? Ja, ik zal het eigenlijk niet weten, maar ja. Waar kom je vandaan? Hoe heet hij? Wat doe je? Nou, ik ben Jeroen. Ik kom een slag aan. Ja, en dat is geen Drenthe, hè? Ja. Maar ja, ik ben koopman en die staat ook niet op de markt, dus... Luster is. Dat is wat anders. Maar ik ben de nieuwe rode, toch? Ja. Ben je ook slag aan? Nee, dat is nee, rood. We gaan in wat reacties doen. Komt zo nog in... Ik ga erin praten. Jongens, ik schrik me kapot. Dan ben je die jongens die als een twerk hoort. Is dat maar zo? Is dat zo? Je kunt ook wel vallen. Jullie hebben nou, en dat scheelt wel in Nederland, jullie bent nou eigenlijk een beetje van die ED-piratenrommel af. He, jullie mag het nou. Dat scheelt in Nederland. Het is mooi om te doen bij Olympia. Ik bedoel, een bulte luisteraars, je doet het niet voor spek en boon. Ja. Precies, want iedereen, ik, die heeft zo'n, hoe heet zo'n radio, DB-radio? DAB Plus. Internetradio of zoiets. Ja, DAB zijn we niet meer op. Maar wel gewoon met internetradio kun je krijgen via de app van Olympia of op de telefoon. Dus, ja, alle... Op de laptop, op de computer, ja, het maar vooral vandaag. En dat is gewoon hartstikke mooi. Maar dat geeft jullie wel een stuk meer een rustiger gevoel dan dat de PTT altijd op dak zit met de pijlwagens en al. Die periode heb ik gehad, denk ik. Maar dat was ook wel mooi. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Spanning en sensatie is altijd mooi. Ik bedoel, er is een heleboel de titels daar aan besteed. Die werd met hemzelf met goede muziek. Ja. Want jullie draaien de muziek omdat? We wisten het, ja, om het mooi vinden en mensen die vinden het mooi. Ja, mensen kunnen het vermaken, is ja, gewoon leuk om te doen. En ja, dan aan het begin met draaien en je krijgt de mailbox vol met verzoekjes. Ja, dat is toch leuk om te zien. En, Waarom? Ik gun Olympia natuurlijk alle vrijheid, want ik ben Olympia-fan. Oké,
afkijken. Vandaar die mooie muts. Ja, nee, maar dat is wel zo. Ik ben een Olympia-fan. Maar waarom wordt nou expliciet zoveel Nederlandstalige muziek gedraaid? Wat we normaal niet op de zender kregen. Buiten Radio NL natuurlijk. Het is een ander soort muziek. Ik draai wel eens heel veel nieuwe muziek. En wij hebben toch meer het verschil tussen muziek en muziek is vaak, kijk, muziek werd eerder echt met instrumenten gemaakt. En de nieuwe muziek is tegenwoordig allemaal computermuziek. En ja, die slag is nog net weer niet wat wij draaien. Hij bijvoorbeeld Henk Wijngaard heb die vorig jaar nog een nieuw nummer opgenomen, een kerstnummer. Dat klinkt net zo als de muziek van de jaren 80, jaren 90. En dat is de muziekgenre wat wij mooi vinden. En alle nieuwe muziek wat op Radio NL weer gedraaid wordt. Ja, dat is nou net weer niet de muziek wat wij nog net weer niet mooi vinden, meestal niet. Bent jullie wel Radio NL fan? Of zegt jullie, nou, laten we door maar niet aan begonnen? Niet. Kijk, ik vind hem al, ik kan heus wel een liedje horen wel. Maar terwijl van de week ga ik Radio NL opstaan, maar het is al een donder praat, reclame. Dan maar blij dat je twee liedjes in een half uur kunt horen. Weet je wel, dat is verschrikkelijk. Gewoon allemaal van die spelletjes. Ja, ik doe zo ook een spelletje, maar dat is in rap. Of voordat ik iets verkeerd zeg. Doe die. Nee, ik bedoel, maar bij Radio NL is het verschrikkelijk, vind ik het gewoon. Ben je niet de enige die als bij Radio Olympia spelletje dat? Ja, niet meer zo heel vaak, maar ja. Ja, maar dat moet ook niet iedereen doen. Wat vervelend, ja. Nou ja, ik vind het altijd wel leuk van, je hebt dit geluid. Ja, dat geluid. Dit, hè. En wat is dit? Ja, ja. Of als ze dit niet hebben met een piratenspelletje, getalletje onder de 20, van dat soort dingen. Ja, nou, ja. En ik deed dat zelf dan de sleep geven. Gewoon een stukje uit een plaat gesleept, maar dan moet je raden wat er ontbreekt. Nou, dan kun je een blik soep winnen. Dat is altijd lekker, toch? Snet? Wat jij wil. Doe ik mee. Dinsdag soms altijd, de week. Ja. Maar jullie mag toch, als jullie zoveel senders hebt, of zoveel DJ's hebt, dan mag jullie onderhand wel eens een kraantje uitbrengen wie wanneer uitzendt. Of zit dat ook allemaal op de site? Ja, dat haast wel vast, hè. Wie draait niet, hebben sommige die er niet kunnen nemen, hebben ook een heel rijtje invul-DJ's. Dus, je bent geen inval meer, of wel? Een vaste plek nou? Vaste plek op zondag. Ferdinand zondagavond, ja. Maar ik ga het weer op... Op pap. Jongens, let op. Moet je eens even kijken, dit jassie. Moet je eens even kijken. Netties. Nou? Ja. Netties. Denk erom, hè. Dat hij er wat vertrokken kreeg. Het is niet met Koopman op pad, maar het heeft wel wat. Is dat slim? Dus, maar dit was wel een wifi, jongens, waar ik de deuren van losloot. Zo? Ja, doe dat Sventers dan ook, want dan wordt wel koud ben, hè? De deuren losloot. Ja, maar ja, voor mij krijg ik een bult over. Ja, toch, hè? Kent jullie die wel? Van nu de jaren 80 en zo? Ja, jong, daar ben ik geboren, dus, hè? Ja. Nou ja, ze gaf warmte. Warmte? Als je er op televisie zag en de manieren waarop ze zingen en zo, dan gaf ze een bult warmte. Ja, dan moet ook hij de deuren los staan van Mieke. Dat is wel makkelijk dat ze bij die warmte metnemen, Jeroen, hè? Dat bedoel ik. Maar hoe is het, jongens, hier? Want dit is het glazen huis. Ja, bijna. He, ik bedoel, moet je eens kijken hoe mooi is de jongens dat de meuken van het Olympiateam, want zo heet jullie toch, hè? Ja, we zijn machtig wies met onze vrijwilligers hier. Die houdt ons alle jaren weer de boel helemaal klaarzetten. En ja, we zijn bare wies met dat iedereen hem houdt wil. Ja. En jullie draait voor de mensen? Ja, voor de lustra's, ja. Voor de lustra's. Ja. En hoe breed is het veld van de lustra's? Ja, hoe breed? Het is meer piratenmuziek, hè? Het is, ja, maar Vinnie Ditte, zoals Mieke en Rob de Nees en al die dingen meer. Vinnie dat echt piratenmuziek? Ja, maar piratenmuziek is alles wat niet opgedrongen is. Dat is piratenmuziek. Oké, ja, want ik zag naar een definitie. Ik zag naar een definitie, wat is nou piratenmuziek? Want piraten bent jullie niet meer, want dit mag allemaal. Ja, dat is allemaal legaal. Ja, klopt. Het is ook een beetje de vergeten muziek die niet gedraaid wordt. Dat proberen wij wel te gehoren te brengen. Dat is een beetje de bedoeling. En nou, dat valt aardig in de smaak als wij dat zo allemaal hoort, links en rechts. Dat valt ook in de smaak? Ja. Geen, niet van die domme reclameblokken ertussen? Nee, ja, hier af en toe heb ik een keer wat reclame, maar... Dat moet af en toe een keer, hè? Jawel, maar dan is het meer aankondiging van het volgende programma, van die jingletjes? Ja, zoiets, ja. Maar we hebben ook wel bepaalde mensen die onze... Die hebben wel een keer een sponsored jingletje, maar dat duurt geen minuten lang. Dat is een keer 10, 12 seconden en dan hop en dan gaan we weer door met dit, hè?
Ja. Dus, maar ja. Jullie werken hier nog toch allemaal nog gewoon, hè? Ja, ja. Mag ik vragen wat hij voor werk doet? Ik ben kraanmachinist. Kraanmachinist? Dat wil ik ook altijd worden. Ja? Is het dat niet gelukt? Nee, want ik ben niet zo groot. En als ik in kranen zit, dan kan ik alles over zien. Ja, dat klopt. De meeste kraan wel. Maar ja, ik heb ook kraan genoeg in de buurt. Die kijkt weer over mij, hè. Oh, dat is de minder. Maar je bent een kraanmachinist? Tuurst toch? Je moet, was een kraan los. Je moet niet alles vertellen. Want ik hoor altijd vol thuis doe ik niks, jongens. Nee, doe je maar niks? Helemaal niks. Nee? Dit is het enige wat ik kan. Bij die verslag in? Nou, bij die lullen en zo. Bij die ja, dit is gewoon ideaal. Henry, want ik moet hem wat met u bespreken. Dag kerel. Goedemorgen. Ik moet hem wat met u bespreken. En dat is. Ik heb aan de tafel gezeten en dan denk ik, dat komt allemaal hier uit de buurt. Een heel gedeelte. Een heel gedeelte komt hier uit de buurt, maar... Wel van de andere kant van het kanaal. De andere kant van het kanaal, ja, het is me net wat bekijkt. De Krim, Slagharen. Ja, maar dat noemen wij hier toch wel uit de buurt, hè? Toch? Ja, maar dan heb ik toch wel liever dat volk van die Bolik komt. Ja, maar aan wie ligt dat? Niet aan mij. Nee, dat zal ik ook zeggen. Nee, wij zijn dieners en ik is samen met een maat van mij uit naar Boring. Ja, dat bedoel ik. Ja. En ik zit te wachten, want Henry, als muziekliefhebber, ja. Heb je nu naar Boring ook wel wat mensen die er goed naar lusten? Ja, dit is Olympia wordt heel goed belusterd op naar Boring. Ja, absoluut. Ja. En lust het ook altijd naar roe? Dat weet ik niet. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Je woont wel in een beslagen huisje. Ja, lekker knus toch? Heerlijk knus. Ik ken de kokosmat nacht waar ik over struikelde. Ja, dat zal heel goed kunnen. Dat zal heel goed kunnen. Maar het is inmiddels een vazel. Ja, al heel lang. Ja. Al heel lang. Want je bent er nooit weggegaan. Henry, hoe lang woon je daar nog wel? Oh jee, nou ja, ik word, dinsdag word ik 41. Dus ik woon er 41 jaar. 41 jaar. En dat is ook zo, je bent een bult in die Ballingers, je krijgt ze niet weg met je stok. En dat wil ik hem aankondigen, ook voor de volgende keer. De volgende keer hebben we drie in die Ballingers aan de tafel zitten. Nou, wel leuk, maar wie krijg je dan? Dan ben ik benijd natuurlijk, dan wil ik weten wie je hier aan de tafel krijgt. Kijk naar komend op pad. Met Hans Uitman. Hans Uitman, wat doet hij bij de club, de Stoomfluit? Nou, ook bouwen aan banen en zo. En ik zit in het bestuur, dus. En ik ben beurscoördinator in het bestuur. Ik bepaal dus de beurzen, waar dat ze bent en hoeveel? Nou, de beurzen van ons zijn altijd hier in de Vredehorst. En ik nodig de handelaren uit. En ik zorg dat ze betalen. En ik deel de beurs in waar ze staan en zo. Wat voor mensen komt hier nou op af? Is dit talent modelbouw trein of is er meer bij? Nou, het is meestal trein. Er zijn ook wel mensen die specifiek in het huisjes bouwen of het landschap maken heel actief zijn. Maar de mensen die hier komen, ja, dat is toch meest voor de treinen. Hey, de stoomlocomotief ook nog? Stoomlocomotieven, ja, maar die zijn hier ook wel. Ja, is dat zo? Ja, want we hebben hier van onze eigen club ook nog een N-baan staan. Dat is heel klein, schaal 1 op 160. En dit is, hoeveel is dit? Dan moet ik even vragen. 1 op 27, wat is het? 22, oh, dat wist ik niet precies. Dit is een baan van ons lid zelf, die hier neergezet heeft. Oké, maar weet je nou ook wat zo'n karregie kost? Dat weet ik niet. Dan moet je Roger vragen. Want ik heb wel eens gehoord. Wat kost zo'n karregie? Ja, maar zeg eens, wat is mooi geld? Is dat in de honderden euro's? Of, ja? Of in de duizenden euro's? Kan. Dus ja, het is een hobby die met een dichte portemonnee kan. Maar die kan ook met een hobby. Dit is ook een hobby die met een hele dikke portemonnee kan. Nou, je hebt wel een redelijk dikke portemonnee nodig. Als je hier over de beurs loopt, dan kan je het ook wel zien. Zelf heb ik 0,5, dat is schaal 1 op 87. En dat, nou, een locomotief is 100, 150 euro.
Je kan het zo duur maken als je wil, want je kan ook nog digitaliseren, dan wordt het altijd duurder. Dan zit je boven de 200 euro. Wat is nou het mooiste aan deze hobby? Nou, het bouwen. Baan bouwen en landschap bouwen. En dan af en toe een keer rijden, want dat wil je dan natuurlijk. Maar we hebben wel leden die het liefst alleen maar rijden. Maar ja, je moet het toch een keer opbouwen. Dus, ja, ik vind het wel fantastisch, meestal. Dit is wel heel groot. En ja, dit is een heel grote baan. Ja. Dit is echt, echt heel mooi. Hoe lang blijven jullie hier staan? Nu tot 3 uur vanmiddag. Dan sluit de beurs en dan gaan we dit weer afbreken. En wanneer is de volgende? De volgende is 26 oktober. Ook weer hier in de Vredehorst? Ja, we hebben 2 keer per jaar een beurs. Eentje in januari en 1 in oktober. Dus mensen, in oktober moet je er allemaal weer in. Want ik wist het ook niet. Ik kende het ook niet. Ik wist natuurlijk wel dat als een klein jochie een reeltje om de tafel legde. En een treintje meuk. Ja. Maar ik wist niet dat dit zo'n grote hobby was. Ja, nee, dat is het ook wel geworden. En er zijn ook een hoop mensen hier, oudere mensen, die al met hun 12e, 13e jaar begonnen zijn. Met een klein rondje in de kamer of zo. Maar die nou een hele baan op zolder bouwen. Ja. Nou, hebben jullie ook een website waar ze een beetje op kunnen bekijken? Ja hoor, dat is www.smcdestoomfluit.nl. Nou, mensen, kijk op die site. Want het is mooi. Het is echt geweldig mooi. En ik wil u bedanken. Ik wil u bedanken voor het mooie interview. Maar er wordt nog even wat plaatjes maken van de andere ruimtes. Nou, als mensen kijken, dan kunnen ze. En ze hebben belangstelling. Ze kunnen altijd op een clubavond langskomen om te kijken. Daar staan ook 3 banen. Waar is de clubavond? De clubavond is op dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 avonds en op donderdagavond. En ook hier? In ons clubgebouw, in de AG Belstraat 29B. Kijk, de Bunker blieden met dat zegt, want daar is dan ook hier weer een stand. Waar ze heen moeten. En 1 keer in de maand, de eerste zaterdag van de maand, zijn we daar ook aanwezig. Mag je altijd binnenlopen als je belangstelling hebt. Ik wil u hartstikke bedanken voor dit interview en ik wens jullie heel, heel, heel veel succes met jullie vereniging. En het is heel mooi om te zien, eerlijk is eerlijk. Ja, nou, dankjewel. En dat is weer leuk voor onze hobby om weer mee verder te gaan. En vooral als we weer meer mensen belangstelling krijgen. Nou, dat bedoel ik. Ja. Dankjewel. Bedankt.